Welkom bij Autogeek van de Week. Vandaag ga ik op bezoek bij Patrick Boer uit Almelo. Patrick die heeft zich helemaal het schompers gerestaureerd aan zijn Matra Rancho. Ja, je moet wel een beetje in de jaren 70 geboren zijn, wil je weten wat het is. Of je moet veel gekeken hebben naar Bassie en Adriaan. Want die hebben hem ook jaren gereden voor een serie. Ze zeggen, allemaal Adriaan, waar ben je nou? Adriaan! Ben jij Patrick? Ik ben Patrick. Nou, Edo, aangenaam. Welkom bij Autogeek van de Week. Vertel eens. Dat klopt, ik heb een Matra Rancho. Een Matra Rancho? Wacht eens even. Die ken ik ergens van. Bassie en Adriaan. Bassie en Adriaan. Okay. Nou, heel veel mensen die kennen hem eigenlijk alleen maar van Bassie en Adriaan. Terwijl dat eigenlijk een heel andere auto is. Ik ga het er niet meer over hebben. Dit was de laatste keer dat we het over Bassie en Adriaan hadden. Misschien. Maar goed, laat hem eens zien, joh. Echt een gek ding, man. Hey, en vertel eens, hoe kom je eraan? Ja, hoe kom ik eraan? Het is een heel lang verhaal. Oh, nou, in dat geval lijkt het me beter als we misschien even een lekker bakje koffie gaan drinken. Heb je dat ook? Vind je dat ook een goed idee? Hoor je hier? Wat heb je hier nou? Je bent een gek, man. Wat is dat? Wat is dit? Een trabantje of zo? Dit is een oude trabant. Hé, hey, maar vertel eens. Hoe kom je aan die rancho? Ja, het is eigenlijk een heel lang verhaal. Ik heb als 14-jarig jongetje eigenlijk leren een auto rijden in een rancho. En toen, sindsdien is het eigenlijk altijd al een beetje een jongensdroom van mij geweest. En het was heel lang op zoek geweest naar een rancho, totdat ik uiteindelijk de rancho tegenkwam. Ik heb hem gevonden op Marktplaats. Oké. Okay. Hij stond daar te koop als zijnde zeer, in zeer goede staat. Maar dus direct een afspraak gemaakt, maar toen bleek al vrij snel dat de zeer goede staat meer een vergaande staat van ontbinding was. O ja, wat niet zo heel gek is, want die dingen die stonden bekend al als ontzettende roestbakken. Dat klopt. En dat was deze ook? Dat was deze ook. Ah, dat was geen uitzondering. Er zat heel veel onbedoelde ventilatie zat erin. Oké, okay. Dus dat moest allemaal dicht? Dat moest allemaal Dus je hebt een hoop kit gekocht en plamuren en dingen of wat? Nee. Wat dan? We hebben gewoon helemaal uit elkaar gehaald. Alles wat verrot was, eruit gehaald. Helemaal nieuwe stukken allemaal ingelast. Maar wacht even, alles wat verrot was eruit gehaald. Maar dat was waarschijnlijk, heb je gewoon een hele nieuwe auto gebouwd. Daar komt het ongeveer op neer. Het was ongeveer 8 vierkante meter plaat, plus de nodige inzetdelen. Holy shit, man. Hey, en heb je boven in het huis nog meer spulletjes? Ja, de voorkant van waar we nu op zitten. Die heb je gewoon in huis? Die staat gewoon in huis. Echt waar? De achterkant staat ook in huis, dus. Dat meen je niet? Jazeker. Dan gaan we even kijken, denk ik. Ah, kijk, hier is die. Hatsa! Hey, en die rancho, hè? Hoe lang ben je daarmee bezig geweest om die weer helemaal te restaureren? Totaal ruim 3,5 jaar. Ik ben in januari 2008 ben ik begonnen. Zo, dat is lang. Maar wat bezielt je, man? Wat bezielt je om zo'n auto helemaal te restaureren? Jeugdsentiment. Echt alleen maar jeugdsentiment? Jeugdsentiment. Je moet ook een heel klein beetje gek zijn, denk ik. Want je hebt ook nog een Talbo Horizon, toch? Voor je vrouw. Dat klopt. Hé, hey, en die rancho die ziet er natuurlijk uit als een avontuurlijke safari-auto. Maar is het eigenlijk ook een voorwieldrive of niet? Nee, het is geen voorwieldrive. De pers heeft hem eigenlijk al bekendgemaakt als de Poor Man's Range Rover. Echt waar, de Poor Man's Range Rover. Ja. Nou, ik vind hem eigenlijk bijna net zo mooi. Of misschien wel net zo mooi. Ik ook. Het is een beetje appels en peren. Maar dus je hebt ook niet de neiging om off-road te gaan rijden? Nee, voor het off-road rijden heb ik wel iets anders. Wat bedoel je? Daihatsu Rocky. Dus je hebt een Rancho, een Horizon en een Daihatsu Rocky. Heb je die ook hier? Die staan hier op het begin van de straat. Oh joh, oh, dan gaan we kijken maar. Ja.
vragen, maar mag ik even? Ik voel hem al aankomen. Je hebt je rijbewijs. Ah, dankjewel, man. Nou, hou jij deze vast en dan ga ik rijden. Is prima. Oké. Okay. Oh man, dit is zo te gek. Het is echt de Basie en Adriaan gevoel wat je nu hebt, hè? Dit is echt geweldig. Wat een leuke auto, zeg. Echt supertjes. Je zit ook als een koning, jongen. Echt, dit waren nog eens auto's. Dag mevrouwtje, waar zit de toeter? Knopje, je ligt in de toeter. Ja, ik zal het maar eerlijk zeggen, maar voor mij ben je gewoon autogek van de week van deze week. Dankjewel. Gefeliciteerd, jongen. Beste mensen, dit was autogek van de week van deze week. Volgende week weer een autogek van de week van die week. Ik voel me helemaal Basie hoor, man. En stuur hier. Hatsa!